Hallo kijkers van MagenTim, hier ben ik weer. Echt al heel lang geleden. Ik geef jullie gewoon een tutorial over hoe je een Java-programma kan maken. In mijn geval ga ik een serie starten over hoe je een Bucket-plugin kan maken. Voor de mensen die Bucket niet kennen, ik heb het echt heerlijk voorbereid. Bucket. Het zijn Minecraft-servers. Het is echt super simpel om het op te zetten. Het is echt. Oh, hey. Beta 2. Zaterdag. Zo, ik heb alweer lang niet gekeken. Zoals jullie zien, het is 7 uur in de avond. En ik geef jullie gewoon uitleg hoe je dit gaat doen. Je gaat naar www.eclipse.org/downloads. Het is echt zo simpel. Voor mij is het zelfs als je het nu tegenwoordig Eclipse intypt. Eclipse zoeken. Dan is het de bovenste link. Kijk, zo simpel is het. Hatsflats. Dan ga je naar, even kijken, waar is de goede versie? Want je hebt echt gigantische versies. Gigantische versies. Bol. Kom al niet meer uit mijn woorden. Je hebt gigantisch veel verschillende versies. Ik kies zelf altijd voor Classic. Klik je erop? Nee, je moet er niet op klikken. Oh, ik faal. Je klikt de versie aan voor Windows. Je hebt ook voor Mac en Linux. Maar ik heb Windows 64 bits. Ik woon in Nederland. Lekker snel. Ik heb al een keer gedoneerd, dus ik hoef niet. Ik heb al gedoneerd. Ik moet nog 2 minuten wachten. En waarom staat Fraps hier aan? Wil je nou serieus zeggen dat dit FPS geeft? Oké, dat is interessant. That's very interesting. Ik moet alleen eventjes wachten. Zoals jullie zien, mijn internet heerlijk snel. Echt geweldig. En ik zie dat ik een Skype heb, maar ik wil het niet zien. Oké, snel dan. Oké. Ik weet wat er staat. Ik weet wat er staat. Het is van Damien, onze gastrol. Jullie mogen het wel heel snel gaan pauzeren om dat te willen zien. Mag het voor mij best doen hoor, helemaal geen probleem. Het staat waarschijnlijk alleen maar iets over de gastrol, dat hij weer een Super Meaty Boy heeft gedaan en dat ik het moet gaan uploaden. En ik denk dat ik het vandaag gewoon online krijg. Ja, dat krijg ik wel. Zet ik dit ook wel morgen of vandaag online? Ja, het komt ook wel goed. Duurt alleen lang. Ik moet echt slap OH voor dit. Want ik heb niks te zeggen. Nederlandse bucket tutorials. Jongens, heerlijk. Ik heb er zin in. Ik weet hoe het moet. Ik heb geen lag. Ik heb gewoon 1 FPS, 2 FPS. Hoe? Ik heb al 20 FPS, 30 FPS. Hoe? Ik ga dit gewoon waarschijnlijk fast forwarden. Terwijl ik de Eclipse aan het downloaden ben, ga ik ook eventjes Bucket downloaden. dl.bucket.org. Ik ben zo gemeen dat ik die website uit mijn hoofd ken. Kijk, beta build. Ik neem altijd een beta build, eerder begin ik niet. Dus het was voor mij even wachten. Behouden. Je hebt het nodig, jongens. Ook al denk je van ik ga geen server opzetten. Je hebt het nodig. Geloof me. Ik maak hier alvast een. Wacht, ik zet gewoon in de map YouTube. Fuck yeah. Ik maak een nieuwe map en die heet dan. Oh. Niet nieuwe map. Ik noem hem. Eclipse. Oh. Eclipse. Geen idee hoe ik het spel. Maar dat boeit me niet. Eclipse. Zie je? Ik kan het wel goed doen. Ik ga gewoon even naar YouTube ondertussen. Weet je wel. Allemaal mooie filmpjes van Project Minecraft. Ja. Zo. Die spammen vandaag ook wel rot. Visas, Bluesapples. Ja, allemaal mensen die ik volg. Jullie hoeven het niet te weten. Ik ga gewoon naar mijn kanaal. En dan zie ik hoe lang ik al niet heb geüpload. En dan zeg ik: hey, nieuw layout. Werkt nou Chrome niet meer? Of. Oh, hij is gewoon langzaam. Hoe lang heb ik. Ik heb een maand geleden al niet meer geüpload. Dit vind ik slecht van mezelf. En omdat ik dat slecht van mezelf vind, gun ik jullie weer gewoon nieuwe filmpjes. Ook zie ik dat ik bijna 500 abonnees heb. Dat vind ik ook leuk om te horen. Daar doe ik het voor. Daar doe ik het serieus voor. Maar ik zie dat mijn downloads klaar zijn. Dus ik zet de zip in mijn map. Waarom zegt hij 32 bits met 64 erachter? Eclipse, je doet weer random.
Ik pak hem op, Eclipse, ik zet hem erin. Duurt eventjes met uitpakken. Dat duurt eventjes, ja. Dat doet daarvoor kus. Dit is echt alleen maar een installatietutorial, jongens. Hoe installeer je Eclipse? Dat is een mooie titel, daar neem ik hem voor. Je hebt echt helemaal niks te lullen, Tim. Het klopt. Het klopt helemaal. 2 jaar later. 4 jaar later. 18 jaar later. Kom op, Eclipse. Dat is uitpakken en klaar. Ik zet ook alvast de bucket hier. Ik zet hier de bucket. Kopieer en vervang. Voor mij loopt mijn PC een beetje vast. Oh, nee, hij is natuurlijk aan het uitpakken. Ik weet het al. Ik koop gewoon een nieuw venster. Dan gaat het sneller. Dan ga ik naar YouTube, want daar sla ik het op. Eclipse. En ik noem hem eventjes server. Heel makkelijk als je dat gewoon allemaal noemt. En ik hoor de pling. Dat betekent dat hij klaar is. Dan verwijder ik de zip. En dan zie ik Eclipse staan. Die open ik. Maak er een snelkoppeling van naar je bureaublad. Zoals jullie zien, ik doe het gewoon in de YouTube-map. Jullie kunnen het overal maar doen. Je kan het in je C, program files, shit doen. Maar weet je, ik vind het bespaar jullie al mijn programma's te laten zien. Dus ik heb het gewoon hier op een bureaublad. In de map YouTube. Lekker makkelijk. Het is een hele mooi programma, Eclipse. Ah, workspace. Ik heb al een workspace, dus ik. Do not ask this again. Ik zet hem gewoon in C. Boeit het. Kunnen jullie oude code van mij zien, denk ik. Ga ik daar blij mee zijn? Weg jij. Goed zo. Hey, oude programma's. Dan maak ik een nieuw package aan. Outhouse, dit is Eclipse. Ik ga het uitleggen. Heel rustig, stap voor stap. Je hebt hier een mooi programma. Outline. Hier zie je alles wat in een package zit. Dus zeg, ik heb allemaal programma's. Kun je het allemaal inzien? Ik zet hem zelf altijd op Java. Je kan ook EE doen. Heb je een iets ander scherm? Ik zet hem zelf op Java. Vind ik wat mooier. Waarom ga jij random doen? Oké, zo zat het ongeveer. Hoi. Wow, 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 wow. Waar kom jij vandaan? Waarom ga jij ineens allemaal random doen? Jongens, hier vraag ik niet om. Nog nooit mee gesleept. Ach ja. Daar doen we het maar mee. Oké. Dat is Eclipse. Simpel installatie. Ik maak een nieuwe project aan. Ik noem hem XYouTube. Tube. Maakt helemaal niet uit hoe je dit noemt. Dit is echt puur alleen maar voor jou. Ik druk op enter. En dan krijg ik een nieuwe map. Met source, libraries en dat soort shit. Vanaf hier gaat het uitmaken. Je maakt eerst een package aan. Dat is niks anders dan een map. Nou, ik doe altijd me. Want ik ben mezelf. Maak er Tim. En dan noem ik hem YouTube. Het is belangrijk dat je een unieke naam neemt. Dus niet iets wat vaak voorkomt, want dat kan fout lopen. Daarom doe ik altijd me, maak Tim, weet je wel. Of nl.maak Tim. Ik zeg zelf altijd, doe je landinitialen, dan je eigen gamenaam en dan waar je mee bezig bent. Is het altijd uniek. Een punt geeft trouwens een nieuwe map aan. Dus staat wat netter als je dat doet. Vervolgens maak je een nieuwe class. Dit is belangrijk. Noem hem iets dat je kan onthouden. Dit is mijn main class. Nou, wat ik doe, ik main class. Bam. Nou, nu gaan we eventjes nog bucket importeren. Rechtermuisklik doe je op YouTube. Dan ga je naar build path. Add external jar. Niet belangrijk. Althans, het is wel belangrijk. Als je het vergeet, dan ja, doet hij het niet. Dan selecteer je de server die je net hebt gedownload. Klik je op OK. Geeft hij hier allemaal libraries aan. Server.jar. Dat is echt gigantisch veel
shit in. Ik weet niet of er allemaal in staat. Nee, Bucket Util. Doe ik me bekend voor. En de meta-inf, ja. Dit is heel Bucket. Een hele server, lekker simpel, geïmporteerd. En ja, wat doen we? We doen een extent. Extent. En dan doen we Java plugin, dacht ik. En het importeren van Bucket. Kijk. Ik meen dit serieus. Ik heb al, wat is het? Een half jaar niet gecodeerd met Java Bucket. Oké. Wat we doen, we maken er hiervan een programma wat in Bucket loopt. Dan doen we add override public void on enable. On enable. Toch? Ik spel het vast verkeerd. On enable. On enable. On enable. Kijk. Het is heel belangrijk dat je hoofdletters doet. Dus echt één hoofdletter. En hij doet het niet meer. Zo simpel is het. Ik sluit eventjes achtergrondprogramma's af. Voor de duidelijkheid. Kan dit groter? Ik denk het niet. Oké. Okay. Wat het inhoudt. Ik kopieer het trouwens eventjes. Omdat ik lui ben. En dan maak ik onder. Disable. Er zijn twee simpele dingetjes. Dus onenable. Elke keer wanneer je plugin wordt geladen. En elke keer wanneer die wordt uitgezet. Ho? Ja. Nou. Wat ik altijd zelf doe. Als check van doet dit het. Doe ik system. Zo'n personal kit, bla 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 bla. Don't show this close. System dot. System. Waarom doe jij het niet? Oké, bucket. Wat? Is het bucket? Misschien had ik die error wel moeten lezen. Public void hoi. System. Waarom doe jij het niet? Eclipse, je stelt me teleur. Dit vind ik heel erg slecht van jou. Eén moment, jongens. Ik knip dit er toch wel uit, denk ik. System dat. Ha, kijk. Ik wist al dat hij deed. Ik doe system.out dat println. En dan doe ik tekst. En dan doe ik hoi. Ik leg volgende episode alles uit van Java. Ik doe dit alleen eventjes nu snel tussendoor. Ik leg ook meteen uit hoe je dit exporteert. Klik op export, doe je jar file. Selecteer je YouTube. Maak, zorg dat alles wordt geselecteerd. Waar moet je nog meer op letten? Ja, niet dat het een vinkje is, want je wilt niet je settings meenemen. Klein detail. Ik klik op next, next. Ik klik gewoon op finish, het boeit eigenlijk niet. Wacht, waar heb ik het nou opgeslagen? Want ik zeg wel heel leuk, dat boeit niet, maar... Oh, test.jar, oké. Okay. Op mijn desktop staat nu een test.jar, kijk. Die zet ik weer eventjes. Oh, YouTube, Eclipse. Maak een map. Bucket. Zet ik eventjes test in. Daar zet ik ook de server in. Maak eventjes snel een runnetje. Hey, jullie hoeven niet alles te zien. Doe ik Java. Oh, hallo. Java. Minus jar. Server.jar. En dan pass. Syntaxis is een batch script.
Ja, van mijn jaarserver per jaar. Opslaan. Snel naar YouTube. Ik had het allemaal kunnen voorbereiden, dat weet ik ook. Maar dat is niet leuk. En daar maak ik een start van. Zo, start. Drrrt. Hij maakt een wereld voor me aan. PC is nog aardig goed, dus ik vind het best. Ik heb hem geen extra RAM gegeven, dus waarschijnlijk runt hij op minimum RAM. Ik zeg meteen stop, want ik hoef er nog niks mee. Stopping de server. Dan hebben we hier ons testbestandje. Zetten we in de map plugins. En zo testen wij onze plugin. Dan klikken we weer op start. En ik zie errors. Invalid, ja. Plugin. Oh. Ja. Hoe kan ik dat vergeten? Fuck, 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 fuck. Waar moest dat ook alweer? Ik stel hem altijd gewoon vanaf. Oh ja. Ik zou niet vergeten. In de source zet je nog een bestandje. Dat heet plugin.yaml. Openen met texteditor. Hierin, ja, ik zou dit eventjes kopiëren voor jullie. De naam, dat is even YouTube. Mijn main class, dat is me.makerTim.YouTube, toch? Kleine letters, ja. Versie, nou, het is 1.5.1. Return 2. En hier zet ik gewoon GKNL neer. Boeit niet wat je eigenlijk heel erg neerzet, maar het is wel belangrijk voor Bucket. Ik kan het gewoon vergeten. Ik override hem eventjes, STOP. Eclipse, Bucket, plugins, test. Overheen, hatsenflatsie, ja. Ik open hem weer. En als het goed is, doe ik iets verkeerd. Ik heb het verkeerd gespeeld. Dat is leuk. Wat ik dan doe, dat is rename. Ctrl-C. Ctrl-V. Ik zag niet waar de fout ligt, maar hey, daar ben ik Tim voor. Exporteren, jar file, finish, auction, action, STOP. Dan start ik hem weer en als het goed is moet hij nu werken. Ik doe echt iets verkeerd. Wat is er veranderd, jongens? Org, ja, verloaden, load plugin, load plugin, craft server, load plugin, dedicate list, cast by. Oh, ik weet al. Niet vergeten dat het ook nog een keer punt main class is. Toch? Open ik de config, tuurlijk. Hebben we hier nog een oude paintball out? Voor mij is er helemaal niks veranderd. Al die. Waarom open ik telkens de config? Ja, punt main file. Zie je. Main class. Tuurlijk. Ze willen dat ik moeilijk doe, dan doe ik ook moeilijk. Ja. Reload. Ja. STOP. Oké, jongens. Ik ben een beetje aan het falen. Wat je moet doen, is je maakt een plugin.yml aan. Doe je met rechtermuisklik nieuw. Weet je, doet Ctrl A, Ctrl X. Nee. Want deze hoort bij die. Oké. Je doet nieuw. Doe je file. Dan maak je een plugin.yml. YML, dacht ik. Ja. Dan kopieer je dit stukje in. Ik heb even in Notepad++ gedaan. Je kan het ook in Eclipse zelf typen. Boeit heel weinig. Dus gewoon, ja. Dat hoort bij Bucket. Hoort niet bij default Java. Maar dat hoort bij Bucket. Dus daar doen we het voor. Ik klik op exporteren. Jar file. Ik zet hem meteen in de plugin folder. Ik zeg ja. Wat is het error? Oh, ja.
Dus een klein eentje. Vergeet geen F5 te drukken. Ik weet niet waarom, maar dat wilt hij. Dus dan doen we dat. Oké. Ik start de server. Als het goed is, moet hij hier zeggen hoi. Als hij klaar is, zegt hij hoi. Als ik zeg, hallo YouTube. Hallo YouTube. En ik zeg, moet ik exporteren. Finish, auction, action, reload. En zegt hij, hallo YouTube. Zie je? Zo simpel is het, jongens. Ik zeg bedankt voor het kijken en verwacht snel nog een episode van mij. Want wie wil er nou geen bucket plugin schrijven? Ik zeg, doei!